welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we weer contouren en highlighten. Make-up Revolution is met een heel contourcollectie uitgekomen. Ik heb cream contour, bronzer contour, poeder contour, neus contour, een kwast, lip contour. Echt alles omtrent contour. En ik dacht, ik hou van contouren. Ik contour mijn gezicht eigenlijk basically gewoon echt elke keer als ik me opmaak. Dus ik dacht, ik ga gewoon een hele collectie bestellen. Ik heb de hele collectie besteld gewoon op hun website, revolutionbeauty.com volgens mij. En dan wordt het gewoon verzonden vanuit Engeland. Maar de collectie is nou ook gewoon hier te koop bij Bougie Shop. Dus lekker makkelijk. Hoef je ook niet heel lang te wachten. Want ik moest echt iets van een week tot anderhalve week wachten hierop. Maar ik heb dus alles besteld. Elk product van deze collectie heb ik besteld. De kleuren heb ik gewoon online gegokt. En ik heb ook de kwast erbij gehaald. Want ik dacht, ja, dat is misschien ook wel gewoon leuk om te proberen. En ik ga vandaag gewoon mijn hele gezicht contouren en highlighten. En ik ga jullie ook wat tips geven omtrent contouren en zo. Want ik weet dat heel veel mensen hier nog wel wat hulp bij zouden willen. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je dit nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze leuke video. Oké, laten we beginnen. Het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkies. En ik heb ook dagcreme aangebracht. Dagcreme is belangrijk, jongens. Moisturizer onder je make-up is echt topnotch. Super belangrijk. Je make-up blijft dan echt beter zitten. Oké, laten we beginnen. Oh, by the way, deze Essence Hydro Eye Stick is echt fantastisch. Al vanaf de video dat ik hem had getest, gebruik ik hem al elke dag. Echt super duper fijn en zo goedkoop. I love it. Hier wordt het helemaal zo gedepuffed en helemaal zo, ja, gehydrateerd. Oké, jongens, ik heb letterlijk alle producten hier. Ik heb hier de kwast. Dit is de Make-up Revolution Create Defining Contour Brush R10. Ik dacht, we gaan contouren, dus laat me ook gewoon hun contourkwast erbij bestellen. Ik heb eigenlijk gewoon genoeg van dit soort kwasten, maar ja, ik vond het wel leuk om dan ook gewoon echt hun kwast te gebruiken. En dan kunnen we zien wat we daarvan vinden. Echt wel een hele grote kwast, hele grote verpakking. Dit is dan hoe de kwast eruit ziet. Die ziet er wel echt prachtig uit. Heel chic ook. Hij is lek zacht en heel mooi, zo roze. I love it. Hij is wel echt bulky. Hij is echt heel erg groot. Maar lijkt mij ideaal voor cream contour. Vooral cream contour. Niet een poeder contour. Want daar is hij, ja, iets te dense voor. Iets te veel op elkaar, zeg maar. Oké, deze ga ik vandaag gebruiken. Met wat gaan we beginnen? Ik ga beginnen met de Fast Base Contour Stick. Dit is de Make-up Revolution Fast Base Contour Stick in de kleur medium. Oké, jongens, dit is dus gewoon een basic contour stick met een contourkleur hier en een lichte highlight kleur aan de andere kant. Ik ben gegaan dus voor de kleur medium. Je hebt 4 kleuren. Je hebt fair, light, medium en dark. Dit is dan hoe de contour stick eruit ziet, de verpakking. En dit zijn dan de 2 kleuren. Een highlight kleur en een contourkleur. De kleuren zien er op zich wel goed uit. Hij lijkt wel een beetje licht voor medium, maar het is oké. Ik denk dat ik dit wel goed kan gebruiken. Dus dit ga ik gebruiken vandaag. Ik ga wel eerst even wat foundation aanbrengen. Ik ga eerst mijn gezicht primen met mijn Pixie Glow olie, gezichtsolie. En dan deze Maybelline 30 Hour Foundation in de kleur 36 Warm Sun. Dus dit is de mix van vandaag. Oké, basis is nou aangebracht. Nou ga ik in met de contour stick. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk bij dit soort sticks alleen maar de contourkant gebruik. Deze highlightkant gebruik ik eigenlijk nooit, want ik ga gewoon altijd in met concealer. Maar voor de video van vandaag ga ik het alsnog gebruiken. Ik ga deze gewoon zo direct aanbrengen. Je moet hem dus aanbrengen op het bot dat je hier voelt. Echt op je jukbeenderen, dus echt zo hier. En dan zo precies onder dat bot. Ga niet te laag, ga niet te hoog. Je kunt beter iets te hoog gaan dan te laag. Want als je je contour te laag aanbrengt, zakt je hele gezicht omlaag. En dat is niet wat je wilt. Je wilt juist een mooi gelift, gecontourd, omhoog effect creëren. Dus breng het echt aan zo op het bot. Ik breng het altijd ietsje hoger aan, want ik ga nog blenden. En vaak als je blendt, gaat het ook een beetje omlaag. Dus als het dan iets hoger zit, maakt het niet uit als het een beetje omlaag gaat. Dus ik breng het zo hier aan. Best wel een lichte kleur. Het voelt wel echt heel creamy aan. En dan heb ik hier de highlight kleur. Bij mij is het hier altijd een klein beetje donker. Dus ik ga die een beetje zo hier aanbrengen om het te verlichten. Ik ga nog straks in met concealer. Zo, je kunt ook gewoon dit als concealer gebruiken, maar ja, dat vind ik eigenlijk altijd niet zo fijn. De kleuren zijn echt perfect. De lichte en de contourkleur zijn echt top. En dan uitblenden met mijn kwast. En kijk wat ik doe. Ik blend het echt omhoog uit. Ik ga niet naar beneden. Ik zorg ervoor dat het echt hier blijft. En ik blend gewoon een beetje zo omhoog, zeg maar. Nou, dit blendt op zich echt top uit. Het is best wel een warme kleur voor contour. Dat valt me wel gelijk op. Maar het is oké. En dan ga ik ook de highlight kleur uitblenden.
Die highlight kleur is echt beter dan dat ik had verwacht. De kleur is echt perfect en hij verlicht ook heel mooi. Kijk, het is nou hier echt verlicht. Het heeft niet heel veel dekking, dus ik zou hem niet gewoon echt als concealer gebruiken. Maar gewoon op plekken die je een beetje zou willen highlighten. Wat je ook kunt doen is dat je de highlight kleur een beetje zo iets boven de contour aanbrengt. Hier zo. Want dan lijkt je gezicht nog beter gecontourd. Want dan is het echt alsof het hier zo echt omhoog staat. En je van die hele scherpe jukbeenderen hebt. Jukbeenderen toch? Is het jukbeenderen? Ja, jukbeenderen. En dan blend je die ook gewoon zo hierin. I love it. Het blendt ook heel goed in elkaar samen. Ja, het heeft ook niet de make-up eronder verstoord. Maar nogmaals, de kleur is wel echt licht. Ik denk dat ik zou gaan voor dark zelfs. Maar goed, het is oké voor nu. Dan ga ik nu nog even snel in met concealer. Ik gebruik mijn Revolution Bright Concealer in de kleur medium light. Zo, nou heb ik de concealer aangebracht, maar het is een beetje op de contour gegaan. Dus wat ik dan doe is, ik pak weer mijn kwast. Ik pak verder niet meer extra product. En dan ga ik weer een klein beetje zo over de contour heen. Om het weer een beetje extra in te blenden met de concealer. En dan ziet het er gewoon echt helemaal top uit, jongens. Next up is een cream bronzer. Dit is de Makeup Revolution Ultra Cream Bronzer in de kleur medium. Oké, dus ook van de cream bronzer heb ik de kleur medium. Deze kleur is dus echt een stuk donkerder dan deze contourkleur. Kijk even het verschil. Deze kleuren lijken helemaal niet op elkaar, terwijl het is wel allebei de kleur medium. Maar ja, het verschil is wel, de ene is echt een contour en de andere een bronzer. Dus ik ga hiermee gewoon even bronzen. De cream bronzer heb je in 5 kleuren. Oké, ik ga gewoon zo in met mijn kwast. Een klein beetje. Ik begin gewoon met een beetje, want ik weet niet hoeveel pigment het heeft. En dan ga ik gewoon hiermee vooral hier zo bij mijn voorhoofd bronzen. Ik heb dat dus net expres niet gedaan met contour, want dan kon ik echt goed zien hoe de bronzen ging zijn. Als je een grote voorhoofd hebt als ik, brons dan lekker veel, want dan lijkt het wat kleiner. Heb je een klein voorhoofd, brons dan iets minder. Wow, dit blende echt in als boter. Dit is echt top. Ik ga ook een klein beetje nog over mijn contour heen. Maar echt maar een heel klein beetje. Deze cream bronzer blendt echt in als boter. Ik hoef helemaal niet veel moeite te doen. Het is ook echt de perfecte kleur. Hij lijkt een beetje intimiderend, want hij is een beetje donker. Maar als je het aanbrengt, zoals je kunt zien, is hij gewoon echt perfect. I love it. Fantastisch deze. Hier ben ik echt heel blij mee. En dan nog iets voor de neus. Dit zijn de Makeup Revolution Contour en Shadow Crayons. Dit zijn dus 2 van dit soort contour potloden, of hoe je het ook moet noemen. En die zijn speciaal gemaakt voor neuscontour. Ik heb de kleur, welke kleur heb ik? Tan to Dark. Je hebt, even kijken, 4 kleuren. En ik ben gegaan voor een beetje een donkere kleur, want die zag er gewoon, ja, het beste uit voor mijn huiskleur. Dacht ik zo. Oh, ze zijn best wel groot. Ik had ze echt heel dun verwacht of zo. Ik weet niet waarom. Oké, dit is dan hoe ze eruit zien. 1 matte bruine kleur en 1 bronzy kleur. Nu ik zo naar de kleur kijk, vraag ik me een beetje af waarom ik ben gegaan voor de kleur Tan to Dark. Het lijkt een beetje donker. Ik had beter kunnen gaan voor Medium to Tan. Misschien heb ik die ook gewoon besteld en hebben ze net verkeerd gestuurd of zo. Laat me even kijken. Nee, ik heb wel echt gewoon Tan to Dark besteld. Oké, vraag me niet waarom. Laten we het gewoon proberen. Ik ga ze even swatchen op mijn hand. Ik ben benieuwd naar de kleur. Oh, die matte kleur ziet er op zich wel echt goed uit. Maar ik denk dat die highlight kleur te donker gaat zijn. Die is echt super bronzy. Wel heel mooi ook als oogschaduw of zo. Kijk, dit zijn dan de 2 kleuren. Dit zal ook echt geweldig zijn als cream oogschaduw. Oh, daar is het ook echt voor. Ik ga stuk. Ik dacht, dit is alleen voor de neus. Oké, het is wel echt vooral gericht op de neus. Maar ik zie hier achter op de verpakking ook staan dat je het gewoon kunt aanbrengen op je ogen. Oké, dat ga ik ook zeer zeker doen. Oké, voor de neus ga ik alleen maar in met een matte contourkleur, want die andere highlight kleur is te bronzy. Wat ik ga doen is dat ik zo 2 lijnen aanbreng op mijn neus. Hoe dichter je de lijnen bij elkaar brengt, hoe smaller je neus lijkt. Let wel op, het moet wel een klein beetje in verhouding blijven met je neus. Anders gaat het echt opvallen dat je hebt overdreven met je contour. Dus wat ik doe is dat ik gewoon zo een lijn aanbreng als hoe ik het normaal doe. Ik doe het altijd ongeveer hier. Oeh, die kleur is echt perfect. En ik breng het ook altijd zo door naar mijn wenkie. Want dan heb je het meest naturel effect. Ik moet zeggen, dit is wel echt ideaal voor de neus. Het is zo de ideale grootte, ideale kleur. Dit ziet er echt top uit. En wat je dan normaal zou doen is met deze highlight kleur een lijn zo in het midden. Want dan lijkt je neus echt heel smal. Maar omdat deze kleur te donker is, ja, gaat het dan niet matchen met mijn huidskleur. Zou ik het kunnen uitblenden met deze? Nee, ik denk dat deze iets te groot gaat zijn. Het blendt echt geweldig uit. Het blendt echt gelijk uit. Super creamy. Tot nu toe ben ik echt heel blij met alle contour producten en de cream bronzer. Oké, dan is het nou qua cream contour klaar. Dus ik ga even mijn gezicht vast lokken met poeder. Ik ga in met mijn Laura Mercier losse poeder.
Wat me ook echt opvalt is dat alle cream producten ook echt lokken op mijn gezicht. Het droogde echt best wel op. Die cream bronzer is ook echt gewoon helemaal opgedroogd en is helemaal vast gaan zetten op mijn gezicht. En dat is echt een toppie. Dan ga ik ze zo ook aanbrengen als oogschaduw. Maar nou ga ik eerst in met deze poedercontour. Dit is de Makeup Revolution Face Powder Contour Compact. Oké, dit is dus een contour en een highlight poederpaletje. Een klein poederpaletje. Dit lijkt me ook heel handig voor op prijs. Ik heb hem in de kleur light. En je hebt 4 kleuren. Fair, light, medium en deep. Dus ik ben voor de lichte kleur gegaan. Je moet echt wel per product kijken welke kleur je moet hebben. Want het is niet dat als je van de ene kleur diep hebt, je van alle producten die kleur hebt. Het wisselt echt best wel. Dit is dan hoe het eruit ziet. Zo'n kleine compact. En dit zijn dan de kleuren. 2 contourkleuren, 1 highlight. Glanzende kleur. En zoals je kunt zien is het allemaal best wel donker voor de kleur light. Dus vandaar dat ik daarvoor ben gegaan. Oké, jij hebt dus 2 contourkleuren. Je moet gewoon eventjes zien welke het beste gaat matchen met jou. Eentje is een beetje warm en de andere is meer koud. Ik denk dat ik ze gewoon allebei ga mixen. En dan ga ik hiermee mijn neuscontour nog wat aanzetten. Oeh. Veel pigment, wat de F. Ik heb echt veel te veel gepakt. Ik ga vandaag een heftige gecontourde neus hebben, jongens. En dan weer lekker uitblenden. Ja, ik heb echt te veel aangebracht, wat de F. Oké. Dit zijn niet echt mijn kleuren. Ik moet zeggen dat het ook niet zo lekker blendt als die cream producten. En de kleuren zijn ook een beetje off. Dit zijn een beetje off kleuren. Dit is dus light. Dit is voor mensen met een lichte huidskleur. Mijn huidskleur is niet eens per se heel licht. En zelfs voor mij is het een klein beetje donker. Oké. Nee, ik vind het helemaal niks. Wat ze beter hadden kunnen doen was gewoon 1 contourkleur en dan 1 bananakleur. Om het ook een beetje te kunnen verlichten, want dat doe ik vaak. En met bananakleur bedoel ik dus zo een gelige kleur. Die pak ik een beetje op zo. En die breng ik dan altijd zo ernaast aan. En dat helpt dan ook met contouren. Dan lijkt je neus nog smaller. Dus ik denk dat ze dat beter hadden kunnen doen dan 2 contourkleuren. Want iedereen gebruikt er sowieso maar eentje. Oké, dit heeft mijn neus een beetje verpest. De highlightkleur ziet er op zich wel licht genoeg uit. Dus die pak ik een beetje en die breng ik aan op het midden van mijn neus. Ja, die is mooi. Oké, ik ben niet zo onder de indruk van dit paletje. Oké, een beetje een Bax & Moore Action Fixing Spray om te hydrateren. En dan gaan we weer verder. Ik gebruik nog steeds mijn Cheese Lip Balmpje. Ik vind die echt zo fijn. Elke video voordat ik begin breng ik nou die aan van de I Heart Revolution video. Deze is echt amazing. I love it. En echt zo cute. Oké, dan ga ik deze nou aanbrengen voor de ogen. Ik ga beginnen met deze donkere matte kleur. En die ga ik gewoon zo een klein beetje aanbrengen in mijn arcadeboog. En dan gewoon zo uitblenden. Kijk dit subtiele effect. Ik heb het hier aangebracht en hier niet. Zoals je kunt zien is het hier nou een beetje gecontourd. Een klein beetje oogschaduw soort van. En hier is er nog niks. Het is echt heel subtiel, maar wel echt heel mooi. Het geeft best wel wat effect. Het blendt echt geweldig uit. Het kost echt helemaal niet veel moeite. Het is helemaal niet stroef. Ik heb zo vaak met dit soort contoursticks dat ze zo stroef zijn. Maar dat is hier echt helemaal niet het geval. I love it. Dan pak ik deze glanzende kleur. En die breng ik gewoon aan over mijn hele ooglid. Echt een hele mooie bronzy kleur. Als je niet te veel glans wilt, is die ook ideaal gewoon aan te brengen zo in de binnenste ooghoek. Maar dat doe ik niet, want daar vind ik hem niet licht genoeg voor mijn huidskleur. En dan die ook gewoon zo uitblenden. Dit is echt ideaal voor als je gewoon een hele snelle look wilt maken. Kijk, en dit is dan het eindresultaat. Je zou het ook een beetje zo op je onderste wimperrand kunnen aanbrengen. Maar ik laat het gewoon zo voor wat het is. Super mooi. Dan pak ik ook nog dit contourpaletje. En dan pak ik weer deze lichte highlightkleur. En die breng ik dan nog zo aan in de binnenste ooghoeken. Om het daar een beetje te verlichten. Super mooi. Van heel dit paletje vind ik die kleur echt geweldig. En dan met wat er nog op de kwast zit. Ook zo een beetje onder mijn wenkjes. Je zou ook dit paletje kunnen gebruiken als oogschaduw. Daar is hij ook goed voor. Daar ben ik weer. Ooglook is helemaal af. Ik heb het super naturel gehouden met halve wimpers van Queen Tarsie Sophia. Alleen ik heb ze gewoon tot de helft geknipt. Ik vind het echt zo een mooi effect. I love it. Lekker naturel. Ik heb ook wat blush aangebracht. En nou ga ik weer in met deze compact. Want ik ben obsessed met deze highlight kleur. En deze highlight kleur ga ik ook gebruiken om gewoon mijn gezicht te highlighten. Ik moet zeggen, mijn gezicht ziet er echt top uit. Al die contouren. Producten waren echt amazing. Deze highlight kleur is zo mooi. Ik vind het zo jammer dat ik die contourkleuren echt helemaal niks vind. Anders was dit echt een
handig paletje geweest voor mij. Dan het laatste is voor de lippen. Dit is de Makeup Revolution Lip Contour Kit in de kleur Define. Dit is dus een lipstick set met een lippots loodje en een matte liquid lipstick. En je hebt hem in een aantal nude kleuren. En ik ben gegaan voor de kleur Define. Ik hou van nude. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat staan op mijn lippen. Dit is dan de lip combo, lippots loodje en een matte liquid lipstick. Je hebt hem in 6 verschillende nude kleuren. Ik moet zeggen, ik heb vaker matte liquid lipsticks gehad van Revolution. En ik vond ze nooit zo heel fijn. Dus ik hoop dat deze formule beter is dan hun normale. Super mooi. Dit ziet er echt heel mooi uit. Het is qua kleur niet echt voor mij een nude. Want hij is een beetje donker. Dus voor mij is het gewoon een bruinige lipkleur. Maar wel heel mooi. Bracht ook fijn aan. De matte liquid lipstick is ook helemaal niet te droog. Het lippotloodje bracht echt geweldig aan. Echt heel erg creamy. Ik ben hier heel blij mee. Dit voelt echt amazing aan. En het blendt ook heel mooi in met de rest van de make-up look. Echt fantastisch. Nou jongens, dit was het dan. Dit was de hele nieuwe contour collectie van Makeup Revolution. Let me know beneden in de reacties wat je ervan vond. Ik ben echt heel blij met hoe mijn gezicht eruit ziet. Het is heel mooi gecontourd, maar niet te heftig. Zoals je kunt zien zie je een subtiele contour. Maar het is niet zo heftig dat iedereen helemaal kan zien dat je een plamuur make-up op hebt. En echt die ogen vind ik ook echt heel mooi. I love it. Het enige wat ik iets minder vond was deze compact. Omdat die kleuren zijn gewoon niet fijn. En niet alleen qua de kleur, maar ze blenden ook niet heel fijn in. Dus dat vond ik niet zo fijn. Maar deze highlight kleur is echt geweldig. Voor de rest, ik raad alles aan. Vooral deze lipcontour vind ik heel mooi. En deze cream bronzer zijn echt winnaars vandaag. Deze contour potloodjes ook super fijn voor de neus. Deze Fast Base contour stick heel fijn voor het gezicht. Hij heet Fast Base en hij is ook echt fast. Echt heel snel. En deze contour kwast vind ik ook fijn. Wel heel groot. Als je een heel klein gezichtje hebt, zou ik hem niet halen. Dus ja, deze collectie is echt zeker goedgekeurd door mij. I love it. Echt een top collectie. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!